luisteren. Vandaag is pyjama dag en dat wil dus zeggen dat iedereen zijn pyjama aandoet. Ook op school en zo van dingen allemaal. Vooral op school. Als jullie wel weten, ben ik een hulpmeester. En doe ik vandaag ook mijn pyjama aan. En dat ziet er dus een beetje zo uit. Vooral met een korte broek, want het is wel warm buiten. Dus ik vind het wel mooi staan eigenlijk. Dus dan gaan wij ook naar de winkel. En de fiets buiten zetten. Dus ik kijk er helemaal naar uit. Mensen gaan wel kijken sowieso, maar ja, met blauw haar valt er ook veel om naar te kijken. Dus heel veel verschil gaat dat niet geven, denk ik. Dat we wel gedaan hebben. Dus, we zullen iets vertrekken. Dus we staan nu buiten aan de bank en we gaan nu richting de gebeten. Gaan we eens kijken wat we daar gaan kopen. Niet zo heel veel, maar we gaan eens kijken. En zo gaan we dat eten voorzien voor, voor 2 à 3 dagen. Wel grappig eigenlijk dat er zoveel mensen... Ja, nu is het spitsuur, want straks zijn de school gewoon weer uit. En dan wordt het altijd heel erg kind, dus dat is altijd grappig. Zo hebben we nu onze brood, onze worstjes. We moeten nog een paar dingen hebben. Het is echt een beetje sowieso wel een beetje. We hebben nog meer kind, dat is eigenlijk al een wonder. Er wordt een deel ander kind meteen. Dus dat is altijd zo. Kerk is niet hoog, dus we hebben brood, we hebben worstjes. En ik ga het meebrengen met de Aldi. Zal ik zo met denken van, wat gaan we eten? Wat gaan we eten? Allemaal. Dus we gaan eens kijken naar hoe we beginnen eten. Meepakken. Hierin ga ik ook een Aldi meebrengen. Ja, eerst tomatensaus. Dan moeten we hebben tomatensaus. Even kijken. Tomatensaus. Ik zit in de jongen van al mijn dingetjes. Zo, je ziet het, dat is echt hoog, hè. Dat ding. Nu mag ik hem uitspreken. Deze. Erin. Zo. We moeten ook tomatensaus hebben. Dan moeten we ook nog hebben tomatensaus. Die gaan we ook even pakken. Zo. Tomatensaus is al één. En hier staat de tomatensaus. De tomatensaus al vol. De tomatensaus. Ook vol. Ook die van mij. De tomatensaus. Dat is een beetje alles wat we moeten hebben. Ik heb een bijskoven in de andere winkel. Dat is misschien. Zo, dat hebben we allemaal gehaald. Alles is erin. In de rugzak. En dan gaan we nu de kamer in. Dan gaan we richting de Aldi. Daar gaan we ook nog dingetjes halen. Dus, okay. Net de mensen ondertussen wel gewoon. Ik heb gisteren en zo keken ze allemaal maar geen hart, maar nu denk ik. Dus, dit staat ook zo mooi recht. Hè. Komen. Zo. Karken terug. En, ja. En eigenlijk nog niet herkend. Oké. Ja, het gaat hem ook vast, dus moet je zo. Zo. Voilà. Nu gaan we omdrinken. Zo. Ik weet dat je beseft dat je echt heel veel meekomt. Maar wat ik toch belangrijk vind, zoveel mee te nemen. Omdat ik neem altijd wat meer mee. Dan heb je al eten voor het weekend. Dus we gaan alles proberen in te krijgen. Dus dit moet er dus helemaal in. Ja, buiten de gsm, want die kan ik op de fiets steken.
Dus, en jullie moeten er ook nog in. Dus we gaan even puzzelen. Half vier van boven gedaan. Dus ik kan normaal gezien bellen. Dus ik kan straks bellen. Dus, ga ik jou. Dus, half vier heeft hij gedaan. Dus ik ga eens bellen. Wat is er? Dus ze gaat wel even bellen naar de broer. En zo normaal moeten klaar zijn te werken. Volgens het internet, hè. Volgens het internet zou je nu klaar moeten zijn aan werken. Of dat zo is, dat weet ik niet. Hè. Maar volgens het internet stond er op half waar hij werkt. Waar hij werkt kan ik je niet zeggen. Ja, het was om te zeggen dat ik nu naar aan de Audi sta. Moest je dus komen, dat je even weer dicht, want het kan dan misschien al zijn dat ik dan al weg ben. Maar ik moet eerst alles proberen in te krijgen. Zo, dat hebben we gedaan. En nu is het kwestie van alles erin te krijgen. Rugzak. Dus ja, proberen alles in te krijgen. Veel van deze kocht om te proberen. Eerste grote fles. Het is een beetje erg schikken nu, dus dan. Erg schikken. En doen. Om alles in te krijgen. Want jullie moeten daar ook nog in, dus dat is ook heel belangrijk. Dus ik denk dat het net past, zoals je ziet. Zo, ik heb hem nog niet kunnen bereiken, maar goed. We zien het wel. Of hij terugbelt of niet terugbelt, we zien het wel. We steken jou nu in de tas, of dat hij er nog in past, dat is wat anders. Maar we gaan jullie er proberen in te steken. Hè.